Dit is de CVD Eco RFT pijpdakventilator van Ito Daalderop. Doordat er tegenwoordig veel aandacht wordt besteed aan het isoleren van huizen, is het ventileren van je woning extra belangrijk geworden. Doordat de huizen zo goed zijn geïsoleerd, kan er bijna geen lucht meer in en geen lucht meer uit. Iedereen houdt al van een beetje frisse lucht op zijn tijd. En met een goede ventilatie voorkom je vocht- en schimmelproblemen, want daar zit dan weer niemand op te wachten. Woon je lekker knus en heb je niet heel veel ruimte, dan is deze radiale pijpdakventilator een goede oplossing. Doordat je de ventilator op je platte of schuine dak kunt monteren, bespaar je op ruimte. De behuizing is voor het grootste deel gemaakt van kunststof. Alleen het rooster aan de bovenkant is gemaakt van mooi zwart gelakt metaal. En al het bevestigingsmateriaal wat aan de buitenlucht wordt blootgesteld, is gemaakt van roestvrij staal. Je hoeft je dus geen zorgen te maken dat er onderdelen moeten worden vervangen vanwege roest. De ventilator heeft een aerodynamisch ventilatorhuis. In het ventilatorhuis kun je de motor, de waaier en regeling vinden. De waaier heeft achterovergebogen schroepen. Hierdoor gaat er geen capaciteit verloren en vervuilt de waaier bijna niet. De ventilator hoeft maar één keer in de 4 à 5 jaar gereinigd te worden, dus daar zul je het niet heel druk mee hebben. Voor de zekerheid wordt wel aangeraden om één keer per jaar een visuele inspectie te doen. In het geval dat er onderhoud moet worden gepleegd, kun je op de behuizing een werkschakelaar vinden. Deze dient ervoor dat je tijdens het onderhoud zeker weet dat de ventilator vrij is van spanning. Op het dak zitten is namelijk al spannend genoeg, lijkt me zo. Deze pijpdakventilator maakt gebruik van gelijkstroommotoren. Dit maakt de ventilator erg energiezuinig, dus goed voor het milieu en goed voor de portemonnee. De ventilator heeft een geluidsdemper die het geluid van de motor en de luchtstroom reduceert. En doordat de ventilator op het dak staat, hoor je het klein beetje geluid wat de ventilator nog maakt, nauwelijks of zelfs helemaal niet. Wat je nog moet weten voor het installeren van deze Ito Daalderop CVD Eco RFT pijpdakventilator. Met slechts één platte schroef kun je met een klembeugel de ventilator op een standaard spiraalbuis aansluiten. De diameter van een standaard spiraalbuis is 125 mm. Tot slot nog de bediening van de ventilator. De ventilator heeft drie standen. Je hebt de laagstand voor 's nachts, een middenstand voor overdag en een hoogstand voor bijvoorbeeld tijdens het koken of douchen. Als je kiest voor een draadloze bediening, beschik je over een timerstand. Met de timerstand kun je de ventilator voor 10, 20 of 30 minuten laten draaien op de hoogstand. Na de ingeschakelde tijd schakelt de ventilator automatisch terug naar de laagstand. De CVD Eco RFT pijpdakventilator ventileert meerdere vertrekken in je woning. Door de bestaande kanalen worden de aangesloten ruimtes geventileerd. Kijk voor deze en andere ventilatoren op elektrodetailmarkt.nl.